It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesso en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. En vandaag spelen we weer eindelijk een keer weer Call of Duty Ghost. Want we werden een paar keer in de comments gevraagd vandaar dat ik het ging doen. Dus laat sowieso je blauw duimpje omhoog achter als je deze video natuurlijk leuk vindt. En we gaan spelen met de Honey Badger en dit spel heeft nog steeds fucking airframe drops. Maar dat maakt niet uit. Spelen Domination op de map Strike Zone. Omdat Strike Zone 24/7 het enige is nog wat te spelen is op Call of Duty Ghost. Dus we gaan natuurlijk kijken of, dat een beetje wil gaan lukken. Oeh. Kom maar. Dit spel is echt chills om te sound horen gewoon. Let's go. Oh nee, dan ga ik dood omdat mijn team me blokkeerde. Jammer man, jammer. We gaan even gewoon proberen goed score neer te zetten natuurlijk wat ik al zei. En wie weet lukt dat. Wie weet lukt dat niet. En deze man die ligt voor de deur te campen. Met een M, of een LSAT was het. Niet een M27, een LSAT. Wow, allemaal ghillie suits ouwe. Ik weet nog wel, toen het spel net uit was en je had een ghillie suit. Toen was het zo dat een ghillie suit moeilijker te raken was. Omdat die haren niet meetelt. Dat hebben ze later wel gepatcht gelukkig. Maar dat was dus zo fucking raar waarom. Ik weet het ook niet. Maar dat was dus zo. Even deze kapot maken. Ze hebben ook alweer hondjes zoals jullie net zagen. Dat is wel kut. Dat maakt niet heel veel uit. Gewoon een beetje goed proberen te spelen, hebben we daar geen last van. Sorry man. Sorry dat ik campte. Spijt me. Teammate, ga weg! Sommige teammates zijn ook echt niet slim hoor. Dan gaan ze gewoon, terwijl ze al zien dat jij daar aanloopt. Ga nou weg! Let's go, ik heb bijna mijn specialist boner. Let's go, daar is hij. Ik ken daar ook Deadeye, et cetera, dus dat is chic chill. Oh, daar komen weer frames erop, jongen. Oh. Thanks to Deadeye. Kom boys, we kunnen ze spantrap op C als mijn teammates nou niet doodgaan. Kom op teammates, we kennen dit. Go. Losing Charlie. We lost C. Enemy has C. Securing Bravo. Goh. Bravo secure. Nee, ik ben dood. Oh, ik zat echt op een lekkere streak, jongen. Holy shit, ik zat me echt even te concentreren. Tering. Dat gevoel is weer eens een keer lekker, jongens, als je even zit te concentreren. Oh, jammer dat ik daar dood ging. Echt, ik had hem als eerst moeten killen, man. Ik zag hem liggen, maar ik dacht al dat hij dood was. En dat was hij dus niet. Oh, ik wou die camps gewoon halen. Maar ja, het is dus weer niet gelukt, jammer genoeg. Volgende keer beter, zeggen ze dan. Maar er is nog tijd.
Tijd zat zelfs. Jammer jongen, volgende keer beter. Mijn emmer gaat zo snel op. My god, hoe heb ik dit overleefd? Holy shit, dit is echt intens, jongens. Oh, nee, jongen. Holy shit. Oh my god, jongen. We gaan echt niet normaal beest gewoon. Woe. Dit heb ik dus echt... gewoon gemist. Echt waar. Holy damn, jongen. Dit heb ik echt gewoon gemist. Kijk hoeveel kills we al hebben, jongens. Gewoon bijna al 50. Holy damn. Ah, oh, dan komt er weer zo'n shotgun. Die zijn nog steeds zo overpowered in het spel, jongen. Het blijft echt gewoon leuk om te spelen. Ik blijf het je gewoon zeggen. Fuck die hond, hoppakee. Die killen we ook gewoon even erbij. Enemy setcom, dat maakt niet zo heel veel uit. ID, huppakee, die dodgen we ook gewoon. Oh, daar komt er weer zo'n hond aan. Shit, die heb ik niet gemist. Nee, die heb ik echt niet gemist, die hond, jongens. Nee, die mag ze voor mij gewoon weer uit het spel weghalen. Ah. Maar dat maakt niet zo heel veel uit, want... Oh, dus ligt er daar dus ook nog één naast hem. Ja, kijk maar, hij lag daar. Shit. Holy shit, we gaan echt lekker. Hoe lang duurt de opname? Want het is ook nog een lange video, want het is domination. Dus dat is ook wel relaxed voor jullie dan. Oh, zij. Het is misschien hij, maar poppetjes en zij. Ze spreken gewoon door, dus. Zullen we proberen de 60 kills te halen? Dat moet lukken, toch? Zit één naast me, of niet? Hij mest. Ze zetten ze wel slim neer, man. Jeus. Oh, ze zitten allemaal met een LMG in die gang. We moeten dus via de kant van Ader in lopen, denk ik. Oh nee, ze hebben ook een Z-gun. Enemy heeft een team schiet. Huppakee, zo noemen we dat. Die hond zat geglitcht. Oh, er zitten nog allemaal in die gang daar. Holy damn. Huppakee. Een capex. Als er een campstrijk in zit, ga ik lachen. Als er een campstrijk in zit, ga ik lachen, jongens. Wat gaat Kop beginnen? Ah, oh, Z-com. Dat is het minste wat ik wou krijgen, jongens. Oh, ja. Sorry.
Misschien moet je volgende keer raak schieten. Oh, we hebben 60 kills al gehad. Let's go. Oh, wat? Mijn knife bukte hem, jongen. Holy shit. Ik denk dat het ook nog wel makkelijk is om de 70 kills te halen, hoor. Hoppakee. Als mijn teammate niet ervoor gaat staan. Oh, nee, jongens. Kom op, 70 kills mogelijk. Nog 7 kills. We hebben gewoon één gek score. We zijn al langer dan 10 minuten bezig, jongens. Holy shit. Oh nee, we kunnen dit niet meer. Dit is wel moeilijk. Hij ging. Holy shit! Losing C. 70 kills hebben we binnen trouwens. Teammate, ga nou weg! Kan je me gaan knijven? Ja, je eigen schuld. Kom maar. Enemy satcom spotted. En ik ga dood, omdat mijn teammate daar zo ligt. Maakt niet uit, weet je wel. Gewoon de fucking 70 kills binnen. 75 kills. 80 gaan niet meer redden, denk ik. Ja, wel, het kan wel, het kan wel. Oh nee joh! Kom, het is nog mogelijk. Oh nee, het is niet meer mogelijk. Nog 2 kills, nee. Jongens, we hebben dit gewonnen, let's go. Huppakee. Net geen 80 kills, 79 kills. Zijn we gewoon geëindigd. Bijna een kwartier bezig met het potje. Maar dat maakt niet uit. 79-22. En super bedankt voor degene die dit heeft achtergelaten. Want dat gevoel wat ik had met die streak, niet normaal. Maar jongens, bedankt voor het kijken nogmaals naar deze video. Laat alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter en dat helpt me natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Later.